is helemaal stil. De eerste werkdag. Herintegratieochtend zit er weer op. Libby, die kan iets nieuws. Self-love is the best love you can give. Goedemorgen en welkom bij deze gloednieuwe leuke vlog. Aandenken aan Libby. Ja, want het is alweer dinsdag, jongens en meisjes, dames en heren. Ik was natuurlijk helemaal vergeten te vloggen afgelopen week en een beetje laat. En met uploaden. Stress. Nee, nooit stress. Ik en stress. Nooit. Maar ik wilde jullie eventjes iets laten zien. Namelijk, ik heb gisteren een pakketje binnengekregen. Mijn Passion Planner. En die gebruikte ik altijd in Amerika. Oh, ik vind hem zo fijn. En ik ga vandaag het begin invullen. En dat is mindmappen. Mindmappen is zo geweldig voor visie te krijgen, om je hoofd leeg te maken, om duidelijkheid te krijgen, om te weten hoe lang heb ik nodig voor iets, waar je energie van krijgt, gewoon voor zoveel dingen. Dus dat ga ik nu even maken en ik laat je even zien hoe ik dat doe en waarom ik dat doe. Nou, heb ik net uitgelegd, bla 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 bla. En ik krijg daar gewoon super veel rust door. En altijd in het begin van de week ga ik de week door. Vul ik alles in. En wat ik zo fijn vind aan deze Passion Planner is dat het half uren heeft in een dag. Dus ik zal het je even laten zien. Het heeft tijd op de dag staan. Dus ja, dat vind ik echt super fijn. En dan raak ik ook niet in de stress. In mijn hoofd heb ik ook alles clear. Hoef ik niet iedere keer na te denken. Oh, ik moet dat nog, ik moet dit nog, ik moet zus nog. En ik heb het gevoel dat ik gewoon dingen gedaan krijg op een dag. Dus dat is echt super fijn. Nou ja, niet meer praten, maar niet meer lullen, maar doen. Ja, Passion Planner heeft het zelf al helemaal uitgelegd. Maar dream big, break it down. Dus je hebt bijvoorbeeld Get Healthy eruit gepikt en die ga je uitvergroten en dan ga je daarmee aan de slag. Hier Work At It, dus hoe werk je eraan om healthy te worden, en dan aan het einde van elke maand krijg je vragen en reflecteer je op je doel. Nou, simpeler kan niet, dus je gaat maar beginnen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Deze staat nu op 1. Dus wat ga ik doen? Ik heb dit boek besteld net van Havila. Die ga ik lezen. I do bone drills well. Ik ga starten met Evi te rennen. En ik wil verdiepen in goede vitamines nemen. Sowieso dit. Check op allergieën, want mijn allergieën die zijn steeds heftiger aan het worden. En elke dag lekker wandelen. Dus ja, boek lezen. En om joyful te zijn, wat heb ik daarvoor nodig? Me time, veel lachen met Stefan. Buiten zijn, leuke dingen lezen of kijken. Dus geen gekke films zien, geen negatieve media kijken. En geïnfluenced zijn door de Bijbel en niet door anderen. Choose my happy channel. Dus echt kiezen. En dance with Libby. Libby, oh, je bent net wakker. Openmaken? Oh, heb je een cadeautje? Ga maar openmaken. Het is geen smash cake. 1, 2. Willen jullie helpen? Zetten jullie, ja? Doe maar openmaken. Goedemorgen.
gewoon al bijna 8 uur en mijn kind slaapt nog. Oh heer, ik weet niet wat me overkomt. Ik ga maar even een kopje koffie zetten of zo. Ik weet niet wat ik moet doen. Ze slaapt gewoon nog. En ik kon gewoon niet meer slapen. Ze werd eventjes wakker om 7 uur. Daar werd ik wakker van. Dus ik wilde haar halen. En toen keek ik en toen sliep ze gewoon weer verder. Dus toen dacht ik, nou, ik ga eruit. En ik ga even mezelf klaarmaken. En een kopje koffie drinken. Het is helemaal stil. Waarom ben je nou aan het fluisteren terwijl we gewoon beneden zitten? Ik ben aan het fluisteren omdat ons kind nog slaapt. Maar dan kan niemand ons horen. Ons kind, ons kind slaapt nog. Ja, en wij niet. Er is iets verkeerd gegaan. Oh, ik kan om 7 uur. Ja. Dus dan ga ik maar even mijn planning doen. My secret place. Doe ik dat maar eerst even. Mama komt. Goedemorgen, Snoes. Had jij lekker geslapen? Had jij lekker geslapen? Ben je wakker? Hi. Willen we aankleden naar beneden? Ga je mee? Ga je mee? Ja? Wat wil jij aan vandaag? Zo. We gotta keep it low key, keep it soft, we spoke. Gaan we lekker naar beneden? Gaan we happen? Eten? Gaan we eten? Goed zo, het gebaar voor eten. Goed zo. Sinds een 2 dagen is Libby echt gigantisch veel aan het gebaren. Dus dat is wel echt super fijn. Kusje. Kusje van papa. Oh, we worden zelfs opgenomen, zie ik. Ja, ik word gevlogd. Gruwelijk. Dat geweten. Heeft onze baas gepoept? Zeker. Waar jij niet blij van wordt, niet als je in de 30 bent. Als je 30 bent. Heeft je kind gepoept? Heeft je hond gepoept? Heb jij gepoept? Als iedereen gepoept heeft, is het een goede dag. Als iedereen gepoept heeft, is het een mega goede dag. Sommige mensen zeggen, een dag niet gepoept. Is het? Is een dag niet geleefd. Weet je waar ik nou heel erg veel van hou bij jou? Ja. Dat je alles tot de puntjes uitzoekt. We hebben een nieuwe regel. Zout- en pepermolen. Dus dan heeft u gekozen voor deze maling. Neem je me nou in de maling? Yep. Heeft 6 verschillende standen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ik dacht, 3 is wel fijn. Niet te grof. Nou, is een beetje grof, hè? Nee. Misschien vind ik 4 wel fijn. Ja. Maar dit is nog grover. Ja, ik hou wel van een beetje grof. Niet te fijn. Dit vind ik allemaal te fijn. Ja. Okay. Maar kijk hoe mooi ze eruit zien, Steve. Laat ze zien. Kijk, dan wordt dit het dus. Kijk zo. Ja, dat is het. Laat eens zien hoe mooi ze zijn. En waarom heb je voor deze gekozen? Mijn vrouw deze kleur mooi vond. Ja. Ik heb gekozen voor het merk Peugeot. Ja. Dat is het Franse merk voor peper- en zoutstellen. Is niet gesponsord, by the way. Heb ik online gevonden. Ja. En wat gewoon lekker is, zit hier een keramische molen onder. Mijn eerste werkdag, herintegratieochtend, zit er weer op. Jongens, het is donderdag alweer. Ja, ik heb 1,5 uur weer meegelopen bij de noodopvang van mijn werk.
Meer zeg ik niet. Interessant was het. Ik heb even stoom afgeblazen op het strand. Daarna met mijn grote vriend Koepie. Ik ben al een tijdje thuis eigenlijk. Het is nu al 12 uur. Libby is weer naar de opvang voor het eerst sinds maanden. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Al die emoties die dan weer bij je komen kijken, onbewust. Terwijl, ja, je hebt er gewoon zin in en je doet het. Maar onbewust gaat er zoveel door je hoofd. Dus ik heb net ook even gejournald in mijn passion planner. Even mijn hart weer rechtgezet door de waarheid te lezen. En wat mij ook altijd helpt is even iets veranderen of doen in het huis waar ik niet naartoe ben gekomen. Ik vond de muur nooit zo heel erg leuk met die drie ronde dingen die ik had hangen. Dus, en ik heb afgelopen week, zondag, heb ik deze mooie, echt mega mooie pressed paper, handgemaakt papiervel, lekkere uitleg Sanne, gekregen van mijn schoonzus Devereaux. Echt met een mooi profetisch woord, omdat er regenbogen in zitten. En ja, ze had die verjaardagsverrassingsfeest georganiseerd van Libby. Lang verhaal kort. Nou, dat wilde ik echt een mooie plek geven. Ik hou je van. Dus ik heb dat hier opgehangen. En ik ben al heel lang aan het zoeken van wat hang je eigenlijk boven je bank. Ik vind het niet zo. Vooral omdat ik ook dit raampje heb. De verhouding nu, ja, klopt ook niet. Echt, maar eigenlijk vind ik dit wel heel erg leuk. Want die lamp hangt ook niet kaarsrecht bij de lamp. Dus je ziet het niet zo heel goed. Maar het breekt wat. Dus dat vind ik echt super leuk. Dan ga ik nu ga ik even het kleed halen van boven. Even schoonmaken qua Haren Cooper. Welcome in the dog life. En een leuk hoekje maken voor Libby waar ze kan spelen op een vloer die niet zo koud aanvoelt. We gotta keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. Libby die kan iets nieuws. Klap eens in de handjes. Blij, blij, blij. Handjes omhoog. Klap eens in de handjes. Goed zo. Blij, blij, blij. High five. Klapjes in de handjes, blij, blij, blij. Lieve schatjes, het is er vandaag alweer vrijdag. Vandaag alweer mijn tweede ochtendwerkdag erop zitten. Ging hartstikke goed. Ja, ik ben wel een beetje moe, maar je bent ook wel moe van al het denken in je hoofd en alles wat er door je hoofd heen gaat. Dus eigenlijk wel een hele goede dag. Hele goede week. Viel me allemaal wel mee. En ja, dus vanaf nu ben ik gewoon weer begonnen. En dat vind ik eigenlijk wel weer ook wel een fijn idee. Natuurlijk gaat er van alles door je hoofd dat je eigenlijk Libby niet wil wegbrengen en bla 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 bla. Maar dan hoor je dat ze het super goed heeft gedaan. En ben je alleen maar trots op wat je eigenlijk al bereikt hebt. En ik, ja, ik ga nu gewoon lekker even koken. Ik heb een kippenrolade. En ik ga weer een charcuterie maken vanavond. Lekker gezellig het weekend in Luiden. Dus ik vind het zo leuk om te doen. Ik hou echt van tapas. En ik hou helemaal van charcuterie. Ja, gewoon een bord met van alles erop. Dus dat ga ik nu lekker maken.
Libby die ligt even lekker in bed. En dan is het alweer weekend. Joe. En Stefan en ik hebben James Bond gekocht. Ja. Qua de laatste vier hebben we gekocht. Dus daar zijn we lekker een marathon in aan het kijken. Het volgende, dus misschien gaan we dat vanavond al even kijken. Ja, ik heb er zin in. Dat zag er heel... Ik heb er zin in. If you're a pandemic baby and you've been in quarantine your whole life, so you get overstimulated by everything because all the strangers that you see have masks on and you've never really had a play date in your life, clap your hands. Het is maandagmiddag alweer. Libby slaapt. Libby is onwijs ziek. We hebben echt een heftig weekend weer achter de rug. Waarbij ze 's nachts alleen maar wakker is, weer geen lucht krijgt, koorts heeft alweer 3 dagen. Welkom in de baby daycare. Ze gaat 1 dag naar de kinderdagopvang en ze is weer een week zo ziek. Ik vind het echt super lastig, want ik weet, het moet en het is super goed voor haar. Ze doet het super goed. Maar ze wordt daar zo ziek van en ze moet immuunsysteem opbouwen. Maar door haar bloedziekte duurde het zo lang voordat zij hersteld is. En het kost zoveel energie. Dus Stefan en ik waren echt helemaal op dit weekend. Ze hebben heel rustig aangedaan. Ik heb ook niet gevlogd. Ja. In het begin van de vlog zei ik al dat ik het boek had besteld van I Do Boundaries. En ik heb de eerste dag al erop zitten. Het is een bijbelstudie van 3 weken. Dus de eerste dag heb ik er al op zitten. Het is echt 15 minuutjes. Super inspirerend. En dat heb ik ook gedaan. Ik hou ervan om echt in mezelf te investeren. Te investeren. En ja. Self-love is the best love you can give. Ik sluit bij deze de vlog af en je zal in het vervolg de vlogs niet meer op vrijdag binnenkrijgen, maar op maandag. Vanwege mijn werk donderdag en vrijdag lukt het mij niet meer om op vrijdag de vlog online te krijgen. Dus ze worden verplaatst naar de maandag. Dus ja, ik wens jullie een hele fijne week en... Tot volgende week.